Dit zijn in ieder geval de topics waar we zeker voor willen gaan. Als het gaat om de woningbouwopgave, om daar stevig afspraken over te maken met elkaar. En dan, we weten ook dat daar natuurlijk speelt de discussie over aantallen binnen en buiten de Hondsweg. Als het gaat om de duurzaamheidsdoelstellingen tot 2040, hebben we nog een behoorlijke slag te maken. Dat heeft deels ook te maken met de mobiliteitsopgave. En een stevig dossier is in ieder geval, als het gaat om het thema werk, bijstand. En dan spelen er natuurlijk nog een heel aantal andere onderwerpen. Om maar een te noemen, de ontwikkeling van het eiland van Schalkwijk. Natuurlijk het dossier voor ons wijk, maar ook het ruimte geven aan agrarische ondernemers op het eiland. Nou, en logisch dat we cultuur en sport. Dan zien wij, gelet op de uitslag, dat wij toch minimaal 16 zetels in het college vertegenwoordigd willen zien. En dat betekent dat, omgerekend, daar minimaal 4 partijen voor nodig zijn. We vinden 15 een zwakke basis. We sluiten zeker niemand aan de voorkant uit. In de media is voorafgaand, zeg maar net na de verkiezingen, misschien ook wel net daarvoor, gemeld, en ik weet niet of dat klopt, dat wil ik graag toetsen, dat het CDA bijvoorbeeld niet met ITH in zee zou willen. Ik gaf juist net aan dat we en niemand uitsluiten en vinden dat er eerst naar de winnaars moet worden gekeken. Dus de oplossing daarvan is dat de conclusie die dan opgeschreven wordt in de krant niet klopt. Nou, en dan is natuurlijk de vraag, wat vraagt deze uitslag? Hè? Wat vraagt de houtenaar van ons? Wij hebben natuurlijk ook heel veel mensen gesproken de afgelopen jaren. En we horen van veel mensen dat ze tevreden zijn. Dat is op zich een goed ding. Het is goed toeven in Houten. We wonen hier fijn, maar we zien ook dat er gevraagd is om vernieuwing. Dus kijken naar onderwerpen die we heel belangrijk vinden voor GroenLinks, dan is dat natuurlijk de duurzaamheid en energietransitie, klimaat in de breedte. De woningopgave, de wachtlijsten zijn veel te lang. Maar ook dat hele sociale palet waar een stuk armoede in zit, werk en inkomen. Maar ook de zorg, die transities zijn natuurlijk nog, die zijn nog onderweg. GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt dat we een ambitie hebben om weer te besturen in Houten. We hebben ontzettend zin aan de slag gegaan. Zoals Kees ook zei, we staan voor iedereen open. Dus ja, we hebben er zin in. ITH is trots en tevreden. Trots en tevreden omdat wij van 4 naar 5 zetels zijn gegaan. En dit is de derde keer op rij dat Inwoners Partij in Toekomst Houten zich mag rekenen tot de top 3 van de grootste partijen in Houten. En daarmee een constante factor is geworden in de Houtense politiek. We zien erin ook een basis, ook in relatie tot GroenLinks en CDA, de 3 winnaars van deze verkiezingen. Feitelijk de 3 enige winnaars van de verkiezingen, om op basis daarvan een winning team te vormen. Als romp, als karkas, als basis voor het nieuw te vormen college. Als basis, in lijn met wat Kees van Dalen zegt, dan sluiten wij niet uit dat daar nog een 4e partij kan bijkomen. Natuurlijk zien wij tussen deze 3 partijen ook accentverschillen. Accenten voor duurzaamheid, dierenwelzijnheid, ecologie. Maar ook het CDA met het maatschappelijk middenveld, daar waar de samenleving gemaakt wordt, levensbeschouwelijke waarden. En vanuit Inwonerspartij Toekomst Houten het aspect van het burgerperspectief, het inwonerperspectief. Ten aanzien van het wonen zouden wij voorstander zijn voor een masterprogramma. Een masterprogramma voor het wonen. Aandacht ook voor mensen aan de onderkant van de samenleving, inzet voor een inclusieve samenleving. Dit is zo'n rondje dat je bijna gaat zeggen, we zijn allemaal winnaars. Want wij hebben natuurlijk ook bijna 200 stemmen erbij gekregen in de afgelopen verkiezingen. Wij zien ons ook als een serieuze kandidaat om in deze formatie de gesprekken in te gaan. Dan denk ik dat wij ontzettend prettig hebben samengewerkt met CDA. Ja, en wij zien daar ook wel kansen toe, zeker met GroenLinks, die wellicht ook wel beloond is voor het constructieve oppositiewerk wat ze de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. Met z'n 3 zijn we niet groot genoeg. Wie de 4e partij zou worden, dat weet ik nog even niet, daar ga ik ook niet over, want nogmaals, dan hadden we iets meer stemmen moeten halen. Ja, wonen is ontzettend belangrijk en daar hebben we ook zeker een mening over hoe dat in de komende periode vormgegeven zou kunnen worden. Duurzaamheid, daar moeten we ook absoluut mee aan de bak. Daarnaast hebben we in de verkiezingsperiode ook behoorlijk wat gezegd over een lastenverlaging en over investeren in het groen. Dat zijn ook absoluut wel belangrijke dingen die we meenemen de onderhandelingen in.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 waren wij een grote winnaar, boekten wij grote winst. En woensdag bleek dat we maar een beperkt deel van die nieuwe kiezers aan ons hebben weten te winnen. En dat vinden we teleurstellend. Het is een signaal van die kiezers dat we niet gepresteerd hebben zoals zij het hadden verwacht. En we hebben daarom besloten ons bij de komende formatiebesprekingen bescheiden op te stellen. In de forse winst van GroenLinks zien wij wel een duidelijk signaal. Het onderwerp klimaat leeft sterk bij de inwoners van Houten. En dat signaal verdient opvolging. Wij zullen de komende dagen aandacht blijven vragen voor de onderwerpen die onze kiezers belangrijk vinden. Wonen, zorg en klimaat. De inhoud, dat is onze inzet. Dan gaat het wat ons betreft met name om sociaal en om duurzaam. Dat zal niemand verbazen, want dat hebben we de afgelopen tijd ook altijd benadrukt. Ja, wat betreft onze wensen voor de gesprekken, gaan we echt voor de inhoudelijke thema's als bouwen, sociale samenhang, energietransitie en ook participatie van inwoners is al eerder genoemd. Hoe nemen we nou echt deze initiatieven van inwoners mee? Hoe luisteren we goed? En koppelen we dat weer terug naar daadkrachtig bestuur? Wat dat betreft willen wij graag in gesprek als ChristenUnie. Het duidelijk is natuurlijk dat wij een zetel minder hebben. Ik begin maar even met het waar het ChristenUnie mee eindigde. We hebben zeker niet minder ambities. En we zouden ook zeker wel door willen gaan met datgene wat we in gang hebben gezet. En we zijn voor een brede coalitie. En we willen heel graag doorzetten op wat wij gedaan hebben. En dat is natuurlijk met name de sociale agenda. En dat wordt, als het om de inhoud gaat, blijven we gaan voor niet alleen wonen, maar vooral betaalbaar wonen. En daarnaast is sociale samenhang, zoals ChristenUnie en een aantal andere partijen ook al genoemd hebben, voor ons ook een heel wezenlijk onderdeel van, van de inhoud waar we ons sterk voor zullen blijven maken. De uitslag is wat ons betreft wel een bevestiging van het geluid dat wij toch ook al 4 jaar lang laten horen. Dat we zeggen, het is tijd voor verandering, het is tijd voor iets nieuws. De huidige coalitie heeft nu geen meerderheid meer. Dat is een behoorlijk signaal van de kiezers. We kunnen verbindend zijn tussen deze drie partijen. Met het CDA delen we een speciale voorliefde voor ons mooie buitengebied. Met GroenLinks hebben we bijvoorbeeld hard geknokt voor Fort Honswijk. En met ITH staan we altijd zijn als het gaat om betrokkenheid van inwoners. We kennen onze agenda voor het buitengebied, voor duurzaamheid, zonne-energie, de transitie in het sociale domein. Kortom, de drie winnaars, aangevuld met de vierde partij, dat zou de SGP wat ons betreft kunnen zijn. We wensen de onderhandelaars en de informateur heel veel wijsheid toe. Ons past niets anders dan bescheidenheid. Ik heb datzelfde gevoel als meneer Gooswilde. Wij zijn gehalveerd in zetels. Ik vind het hoog tijd worden dat ook ITH een keer de kans krijgt om zijn collegeverantwoordelijkheid te nemen. En ik denk dat het terecht is dat 15 te weinig is. Wij zullen als eenmansfractie niet deelnemen aan een dergelijke constructie, omdat wij denken dat we daarin niet voldoende power kunnen geven. En wij zullen, wij gaan ervan uit dat wij oppositie zullen voeren. Vraag aan het oude, zijn er breekpunten? Nee, niemand zijn dingen is aan branden. Nou, Hans Martijn Ostendorp. Tot 1 september van dit jaar, van verleden jaar, was ik burgemeester in de gemeente Bunnik. Dat heb ik 8,5 jaar mogen doen. Er zal geen verslag komen met alle punten en komma's, maar ik vind dat u als raad en als samenleving houder recht hebt om in de duiding van woensdagavond te weten van ja, mocht er nou ergens spreken, waar heeft het dan aan gelegen? Heeft het op inhoud gezeten of heeft het op gebrek aan vertrouwen tussen mensen gelegen? Want het gaat wat mij betreft echt letten op inhoud, op relatie, op vertrouwen, om zo bescheidenheid zeg erbij te hopen dat ik een bijdrage kan leveren aan een stabiele coalitie waar Houten de komende 4 jaar op kan en mag bouwen.